Als Amsterdammer wil ik best Thierry Baudet geloven als zegt ik ben geen racist en ik discrimineer niet. Maar hij moet opgemerkt hebben, dat is een veellezer, dat heel veel mensen het toch niet begrijpen. Dat als je nummer 2 zegt, ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een lage IQ hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Jens, kom het podium op. Deze leugens, deze laster, deze eindeloze flauwekul in één keer recht te zetten. Oké. Nooit gezegd. Meneer, kijk nu de interview terug. Nu mag ik even een vraag stellen. Punt van orde, Tarsing. En die stelt niet aan jou, maar aan Thierry Baudet. Punt van orde. Je kunt heel vaak leugens zeggen. Ja. Maar doe dan, wees dan een man. Wees niet zo huilie met je aangifte en dat gedemoniseerde gejank. Klaagzucht. Iedereen heeft jou horen verdedigen, heeft Theo Hiddema horen verdedigen. Juist. Het is wetenschap. Flauwekul, neem het dan hier terug. Wees een kerel, zeg al die misverstanden, we hebben het niet gezegd, we hebben het niet bedoeld. Het had niet gezegd moeten worden. Wees een kerel, één keer en niet huilie. Ja, oké. Ik wil, u mag reageren, maar ik wil één punt maken. U heeft nu gezegd dat dit te belangrijk is om niet te benoemen. U heeft dat nu gedaan, ja, toch? Mag ik een antwoord misschien? Ja. Dus, er zat een vraag. Die gespeelde morele verontwaardiging, terwijl hij donders goed weet ik woon hier. Dat het allemaal...